U bent niet alleen in deze strijd. Bemoedigende woorden van parlementsvoorzitter Marinus B. aan het personeel van de Centrale voor Vissershavens in Suriname, CEVIHAS, dat vandaag samen met de bond een petitie heeft ingediend. Minister Pralaat Seodin van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft onlangs besloten dat vissersboten die bij de steiger van CEVIHAS aanmeren, in de toekomst niet meer verplicht zijn dit te doen. De bond eist dat het besluit onmiddellijk wordt teruggedraaid. Geachte voorzitter, terecht maken de werknemers en hun gezinnen ernstig zorgen over hun toekomst. Derhalve naderen wij u bij deze dan ook met het verzoek alles in het werk te stellen om de bovengenoemde maatregel die elk ratio mist per omgaande terug te draaien. De bond heeft vandaag een petitie ingediend bij vicepresident Ronnie Brunswijk, parlementsvoorzitter Marinus B. en de minister van LVV, waarin aandacht wordt gevraagd voor hun noodkreet. Het besluit van het ministerie van LVV zal erin resulteren dat het bedrijf 40% inkomsten ontbeert. De bond neemt het minister Seodin kwalijk dat hij zo'n besluit heeft genomen. Hoe kan stellen voor dat ik zo'n besluit tikki? Omdat ik er vanuit dat ik zo'n besluit tikki, of zo'n besluit tikki, dat ik moest doen in het belang van Kondre. Maar ja, zo, hoe is hier niks voor het belang van Kondre? DNA-voorzitter Marinus B. benadrukte dat CEVIHAS een van de weinige parastatale ondernemingen is die zonder subsidie van de overheid opereert. Het besluit van minister Seodin kan de bestaanszekerheid van het bedrijf in gevaar brengen, gaf B. te kennen aan de petitie-indieners. Inderdaad, wat u naar voren heeft gebracht, heeft me ja geraakt. Ja, om 40%, dat is heel veel, zoals correct verwoord in uw petitie. Een terugval te hebben in uw inkomsten. Wat wij gaan doen vanuit onze verantwoordelijkheid is dit te bespreken met de hoogste leiding van het land, de president en de vicepresident, om wederom hiernaar te kijken. De weinige goed draaiende staatsbedrijven van ons die we hebben, want geloof me, zijn heel weinig, heel schaars om die te behouden.